Hallo allemaal, ik ben Otto Oome. In coronatijden moeten we zoveel mogelijk thuiswerken. Of van thuis uit online les volgen. Urenlang naar een laptopscherm kijken is zeer vermoeiend. Hoe sluit je een tweede grote scherm aan op een laptop? Hallo, ik ben Otto Oome. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als dit de eerste keer is dat je op mijn YouTube kanaal komt, druk dan even op die abonneerknop en zet ook het belletje aan. De huidige externe schermen hebben HDMI-aansluitingen. De huidige nieuwe laptops hebben geen HDMI-aansluitingen. Meestal alleen maar USB-C-aansluitingen of USB-C-poorten. Hoe sluit je nu een tweede scherm aan op die laptop? Je moet een converter aanschaffen. In dit geval een USB-C naar HDMI-converter. Ik heb er eentje gekocht bij bol.com. De HDMI-kabel die aangesloten is op het tweede externe scherm, steek je in de HDMI-poort van de converter. De USB-C-connector van de converter steek je in de USB-C-poort van de computer. Welke instellingen moet je uitvoeren op je laptop of PC? Ga naar je bureaublad, rechtermuisklik op je bureaublad, kies beeldscherminstellingen, scroll naar onder. Daar kies je beeldschermen uitbreiden. Hierdoor krijg je als het ware meer schermruimte om je programma's, apps, documenten enzovoort te plaatsen. Als het tweede scherm beeld geeft, kies je wijzigingen behouden. Daarna scroll je terug naar boven tot je twee schermpjes ziet met een 1 en een 2. Hier geef je aan waar je laptop staat ten opzichte van je grotere scherm. In dit geval zie je duidelijk welk scherm de laptop is. Anders moet je even op identificeren klikken, zodat je weet welk scherm 1 is en welk scherm 2 is. In deze opstelling staat de laptop rechts van het grotere scherm. Klik op toepassen. Deze uitleg is voor een laptop. Bij een volgend gebruik van je laptop en je tweede scherm geeft geen beeld, kan je op een Windows 10 laptop op toets F4 drukken. Er verschijnt aan rechts een keuzepaneel en je kiest scherm uitbreiden. Lukt dit niet, dan voer je de eerste methode weer uit. Dat lukt altijd. Hierbij een opmerking voor de kijkers en een klacht naar zowel Microsoft als Apple. Een USB-C naar HDMI adapter of converter van Apple werkt niet op een Windows 10 computer. U wezen gewaarschuwd. Indien er een trucje is om dit toch werkend te krijgen, mag je mij dit altijd laten weten. Geef me een vette duim omhoog, abonneer je gratis op mijn kanaal, zet ook het belletje aan, deel dit filmpje met je vrienden en laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!